hij gaat kloppen, snap je? Wat denk je dat gaat gebeuren? Dat hij tegen de ruimte aanklapt? Ja. En nu hebben we deze kant op niks gebeurd. We hebben gepoten, hebben ze aan die kant. Ja, maar al het gewicht komt op dit touw. Wacht even, kom eens terug. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serge. Ik ben René. En vandaag is Doomsday. Het is een hele spannende dag. Dit gevaarte. Die zwarte vlek. Gaat zo meteen van het balkon. Gelukkig nee. Schijnt de zon. En ik wou dat het anders kon. Ja. Maar de lift was geen optie. Ja, tenminste. Geen betaalbare optie. Ja, je moet niet de gewone lift... Want de gewone lift die kon er niet onderdoor. Nee, ik heb het verteld, de opbouwlift die kan wel. Maar dat is dus meer dan wat we nu krijgen voor de bank. Dus zometeen komt Melle. En samen is het de bedoeling dat deze bank... over het balkon naar beneden gaat. Oké, ik ga even naar de hoornbak om wat touwen te halen. En dan gaan we het doen. Gezien ons track record kan het niet anders dan fout gaan. Maar ik heb er alle hoop in dat het goed gaat. Volg je hem nog? Oh, Jesse, kom hier. We gaan vanuit hier kijken. Goed zo. Ja, ga maar vanuit het raam kijken. Ik kan ook wel bij. Oh ja, goedendag, dames en heren. Dit is Melle. Melle the Giant. De grote vind ik verhuizen wil. Melle is misschien heel groot, maar ik ben heel sterk. Zie jij, ik kan hier die draai al niet maken. Laat staan daar. Het plafond daar is lager. Nee, is, ja, is iets lager zo. Touw. Hij is kut op die te geven. Wil blijven. Het gaat niet echt door. Ja, laat je skills maar even zien, schat. Ja, het is dat de camera nog steeds geen geurvermogen heeft. Maar binnen een straal van 2 meter is gewoon angst. Het zijn geen angstpoepjes, maar angst. Je hebt het niet, hè? Nee. En ik let's do this. Het zit niet bij bank. Nee, dat scheelt ook. Die van ons taal ik ook niet meer, maar ja, het is toch fijn als je er nog wat aan verdient. Hè? Voor! Oh nee, we doen geen golf, hè? Oké. Dat leg beneden. Kijk maar een beetje. Nou, hoop voor zegen, jongens. Ik ben. Ah nee, dat doe ik niet. Nee, goed. Pedro. Jij zet meteen op de balustrade en laat zakken door. Hè? Dat zei jij, hè? Ja, dan moet je moet gewoon die 2 touwen vastpakken. En dan langzaam naar buiten komen en dan pak ik hem erbij. Mama. Toch? Ik heb er zin in. Hij heeft er zin in. Ja, dan heb je precies op je telefoon. Pat! Er helemaal zin in. Hey Jesse. Love you. Ja, hier komt hij aan. Oké. Okay. Een beetje extra. Hè? Heb je er vertrouwen in? Nou, Melle, zorg ook dat je niet in een lus gaat staan of zo, hè? Mocht het geval. Waarom niet? Sorry? Waarom niet? Ze hebben mee achteraan, hoor. Komt die schat? Hij moet nog een stukje omhoog, want er zit een zilver ding. Ja. Oh my god.
heb ik hem niet aan de verkeerde kant? Want je gaat hem toch naar rechts zo laten zakken, of niet? Oh ja, oké. Okay. Ja? 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 En dan rustig erop doen. En de touw vasthouden. Ik ga hem eerst even neerleggen. Ja? Ja, ik pak het niet. Ik ga dat kunnen houden. Zit de touw goed vast? Maar deze is wel fijn. Deze is wel fijn. Katje, ga eens uit de weg. Ja, in ieder geval niet recht onder. Als je op de auto komt, dan zien we dan maar weer. Ja? Deze strak houden. Hij gaat klappen. Ik zou heel graag aan klappen. Dit gaat niet. Hij gaat klappen, stoppen. Wat denk je dat hij gaat gebeuren? Dat hij tegen mij aan klapt? Ja. Hier op deze kant op niks gebeurt. Dat is een poot, jij is aan die kant. Ja, maar al het gewicht onder dit touw. Wacht even, kom eens terug. Die van jou moet ook daar. Of we wisselen van touw. Die heb ik een stuk sterker en zwaarder. Hij klapt er zo meteen overheen. Dan heeft hij geen... Nee, ja, als het goed is moet jij hem zo strak mogelijk houden, de hele tijd. De hele tijd? De hele tijd, want we gaan langzaam meegeven steeds. We hebben de touw. Ja. En hoe strakker jij hem hebt, hoe minder hij aan onze kant blijft. Denk er een man? Jij laat hem zakken, hè? Ik ben er vijf. Ja? Ik zou hem over de poot doen. Als je hem dan laat zakken, komt hij aan, hè? Hij gaat nu zakken. Als je hem zo laat zakken, dan beschadigt het wat. Oké, let's go. Rustig aan. Komt ie! Yes, hij is er overheen. Ja, gewoon langzaam laten vieren. Strak houden, strak houden. Ik heb hem al gespannen. Lekker. Ik doe dit. Dan heb ik alles. Wat wel? Nee, nog niet. Laat maar rustig vieren. We gaan iets sneller, ja? Ja. Ik sta op mijn touw. Hij gaat eruit, naar de. Ja, dat is niet. Heel goed, heel goed. Ja, heel goed, weet je. En je kan nu. Ja, yes. Nu weet ik even met. Ik heb niks goed. Ja. Gaat het lukken? Oh, holy crap. Shaky, shaky.
Oh, ik voelde mijn hand op een gegeven moment helemaal afknellen, man. Ja, Melle zegt op een gegeven moment, ik heb helemaal geen spanning. Nee. Ik dacht dat het heel goed. Bam. Nice. Oké. Okay. Ik kom naar beneden om de zooi los te koppelen. Ja, dan kunnen we misschien even hier bij de fietsen zetten. Ja. Zal ik meteen de andere, meenemen? Ja, oh ja, die andere stuk moet ook nog naar beneden natuurlijk. Ja. Dan gaan we die meteen naar beneden. Dan ga ik er naar ja, dan moet jij even naar boven komen. We hebben ook nog een zoon hier. Het is gewoon gelukt. Ja, dat ging nog dat ging super makkelijk. Eigenlijk heel soepel. Ja. Ik vond geen stress. Oh, laat me hangen. Dat is wel jammer. Oh, ja, kijk, ik ben gewend om alles op te ruimen. Dus ik pak al meteen troep van je. Lekker. Pak van mijn hart. Nou, we gaan dit kleine stuk ook nog, waar staat hier, dit kleine stuk naar beneden. En dan zit het bankverhaal op. Nou, Melanie komt binnenkort terug, want we gaan samen leuke dingen doen. Ja. En nou, wat we precies gaan doen, dat houden we nog even geheim. Maar het wordt in ieder geval super dope en spannend en volle buikjes en harde muscles en zo. Volle buikjes. Hey! Hij past! Hey! Papa! Ja, dat is papa, ja. Hey, legit! Hey, vriend! Vriendje! Nou, oké? Ja. Het is al leeg, hè? Gaat hard zo, hè? Ja. Nou, dit wordt dus nu onze leefruimte. Kijk, zo groot is het dus eigenlijk. We gaan gewoon lekker op de grond zitten. En als we willen chillen, gaan we gewoon lekker in bed liggen. Met z'n allen. Daar hebben we ook tv. En voor het eten doen we het gewoon het Chinese mee. Gewoon lekker op de grond. Lekker minimalistisch. Ja. We willen het alleen. Half een nieuw huis. Ja. Nou, eet smakelijk. Smakelijk. Niet ineens tegen die lamp aanlopen. Oh. Ja, pak de bal. Lief zijn allemaal. Bol. Lip op de doos. Lip op de doos. Pijn. Mama, kusje erop? Dat was geen gewoon kusje. De eerste tong zo was mijn mama. Zo ja, nieuwe dag, nieuwe kansen. Zoals je ziet, het wordt steeds leger hier. En we gaan nu de volgende spulletjes in de auto laden en dan naar de box. Opslag met Allsafe hebben we uiteindelijk geregeld. Ze hebben die andere ruimtes opgezegd en we zitten nu in de schone nieuwe ruimte. Iets verder lopen, maar het plafond is wel wat hoger, dus nou ja, goed. Het is goed zo. Er staat al best veel eigenlijk. Die wilde ik net loshalen, maar ik heb daarachter zelf stopcontacten gemaakt. En daarin zit ook de speler van Ziggo. Dus als ik dat nu loskoppel, dan hebben we weer een hoop gezeik met die kabels en zo. Dus die gaan we als laatste doen, lijkt me een goed plan. En dan hebben we hier nog een doos met speeltjes en spelletjes, die gaan mee naar Els. Verder zijn we een heel eind, ja. Het gaat echt best wel heel snel. Ik
Okay, de kamer van Jesse heb ik ook al zo goed als gedemonteerd. Alleen de lamp hangt nog, maar verder is de schommelstoel naar beneden en die takken. Het is wel, begint wel heel erg dichtbij te komen. Het is allemaal wel spannend. Nieuwe fase, maar wel fijn ook gewoon in het kopje dat dingetjes afgecheckt worden. En ik moet nog een hoop doen vandaag. Ik heb net een hele leuke nieuwe vlog voor jullie gemaakt, nieuwe video. Die staat net online. En ik heb zo meteen nog een interview. Ja, die camera heeft het moeilijk mee. Warm? Nee. Donker, licht donker. Zo meteen nog een interview met UFO. Dat is een heel leuk spel. En daar gaat hij mij een hele hoop over vertellen. Voor Sumio, dat is het tweede interview. Die komt, als het goed is, in januari. Op een digitaal, of in een digitaal magazine. Maar tezijntijd zal ik de link nog in de beschrijving zetten. Als je het leuk vindt om te lezen. Nou, ik ga nog even verder, want tijd is money. Nee, tijd is krap. Ik zit krap in de tijd. Nou, ik heb er toch voor gekozen om deze ook maar gelijk toch van de muur te halen en los te knippen en zo. Dus die gaan we nu richting de auto brengen. En dan ga ik de auto legen. En dan zijn we weer een uurtje verder, denk ik. Ja, dan ga ik nog een beetje wat dingetjes editen en eten maken. En Renéetje is thuis. Heb je het gezien, schat? Heb je het gezien? Of viel het nog niet zo op? Het is wel echt heel kaal, hè? Ja, maar ja, de tv hangt mooi. De tv hangt mooi. Hi! Ik heb alleen niet zo goed nieuws over jouw kerstcadeau. Nou, ik kreeg vandaag een mailtje dat zeg maar het belangrijkste gedeelte van de kerstcadeau pas de 31ste geleverd kan worden. Om het een oud en nieuw cadeau? Ja. Niet anders. Maar ik heb al een deel van het cadeau al binnen, die staat daar en daar moet je vanaf blijven. Iedereen denkt van hé, dat is een doos, die kan ik helemaal gebruiken. Aan de zijkant. Ja. Ik dacht het al. Nee. Dacht je helemaal niet. Jawel. Ik heb er niet aangetekend, want ik dacht, hij staat wel een beetje zo alsof er iets in zit. Nou, laten we maar even in Jessie's slaapkamer gaan kijken. Kom, we gaan even kijken. Oh. We hebben nog wat om ophangen. Als je wandklimaspiraties hebt, een halve klimwand. Wow. Ja, die moet ik even uitslijpen. Maar ja, ik was dus bezig en ik had alles weggebracht. En toen kwam ik terug en toen kwam Tom net een pakketje ophalen. En dus ik was een beetje aan het vertellen dat ik wat had gedaan vandaag. Toen zei hij van ja, ik had al zo vermoeden, want er ligt nog een gewei beneden bij de postvakken. Was ik dus die stronken vergeten. Oh, je was de stronken vergeten? Die boomstammen, die was ik vergeten beneden. Hij zegt er ligt nog een gewei. Dat was wel grappig. Die was ik vergeten. Hij wil die. Nee, we gaan eten. Een broodje geven. Dat kan, maar het eten is klaar. Lekker, hij is ook droog brood. Ben je aan het doen, Jess? Ja! Gaan we treintje spelen? Oké. Best seat of the house. Hè? Nee? Ja. Ja, we hebben lekker pastaatje op. Jessie die was klaar. Ja. Maar nu niet meer. En René die zit in de tv. Ja. En ik ben dus bij Frank geweest. Even de pauze. Even de pauzeknop. We zijn dus bij Frank geweest voor de tweede controle en die was heel erg tevreden. Dus moet ik dat ook zijn, want ik heb gewoon veel minder last dan vroeger. Dus dat is gewoon super positief. Ik kan best wel oké praten, is ook positief. Ja goed, en of zingen dan nog gaat lukken, ja, dat is een kwestie van trainen en afwachten.
Ik ben dus aan de trainer gegaan met Michelle. Die zit dus blijkbaar in The Voice. Dat wist ik helemaal niet. Ze is door en ze heeft gekozen voor Welen, schat. Oh! Hij gaat springen. Ja, hij deed zo, want ik ga springen. Oh, ik verstond, hij gaat spugen. Nee, springen. dus mijn vocal coach zit gewoon in The Voice. Ja, is dat leuk? Is dat leuk? Nee. En dat was het ook een beetje. Nee. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Over je zingen en dat je blij moet zijn. Nee, ja, dat was zover was ik. En nu is het bijna kerst. Ja. Ja. Nou, ik ben ondertussen bij de huisarts geweest voor de HPV-test weer opnieuw te doen. Om te kijken welke papgradatie ik heb. En ik heb volmacht gegeven om het huis te verkopen, omdat we tegenwoordig dus ook niet meer bij de notaris samen mogen komen. Oh ja. Ja, dus 19 februari is de officiële overdracht. Ja. En dan is het huis verkocht. En dan zijn wij echt naar je moeder. We zijn echt naar mijn moeder. En dan kunnen we rustig de badkamer gaan kiezen. En, ja, en hopelijk hebben we al wat gehoord van ons huis. Ja. Misschien moeten we toch maar eens ook de tegels gaan bekijken en kiezen. Tegels voor? Voor alle vloeren. Ja, ook nog, ja. Maar we kunnen nu toch nergens heen verlopen. Nee, dat is waar. Oké, okay, ja. Ja. Stel. Als jij klaar bent met je koffie en deze kant op komt, dan is het tijd om hem weer af te sluiten. Oké. Okay. En Jessie? Ja. Ja, toch? Lang geduurd. Ja, het heeft wel lang genoeg geduurd, deze vlog. Ja. Ja. Tijd voor een nieuwe vlog, hè? Ja. Ja. Dus. Oh. 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 Je valt om, maar niet helemaal. Oké. Oké. Jessie, kom. Kom, we gaan afsluiten. Kom je erbij? Kom maar. Kom maar erbij. Kom. Nee. Oh, nee. Oké, dan niet. Oh, en vanavond is de finale van Perfect Plaatje. Ik wacht, schat, want hij is helemaal niet scherp. Je hebt twee vriendinnen? Ja. Dat zeg je net zo slot, nee. Slot nooit samen. Nou, ik ga verder met de interviews editen zometeen voor Sumio. Terwijl dat Jessie hier acrobatische taferelen uitvoert. Ik heb een. Je moet even doen wat ik net zei. Toen ik jou diste. Niet zo nauwtje. Ja, waar was het ook weer? Dat ik zei van. Nou, is het weer zover? Want ik gaf jou geen kus. Ik ging jou nee, je kreeg geen high five van jou. Nee. Jawel? Nee. Hier zit heel veel sambal in. Nee, jij ging mij kussen. Oh, glas, schat, help. Ik heb een glas in mijn hand, koffie. Goed dit. Dit gaat heel soepel. Oh, afstandsbediening. Oh. En je mag wel een hap, maar hier zit heel veel sambal in, schat. In ieder geval, ik zei iets. In de zin van, oh ja, het is weer zover. Zeg je dat, Jessie? En Jessie deed gewoon zo. Oh, het is weer zover. Eigenlijk speelt dikke beeld. Ja. Nou, anyway, lekker? Ja. Ja, oké. Dus, dames en heertjes, koeken en heertjes. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag. Kom maar, kom maar. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao. Doei. Yeah.